Yo mensen, welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Het is vandaag ochtend. Het is inmiddels weer 10:15. Wacht even, ik moet. Mijn haar ziet er weer niet uit. We hadden dit plukje hier, dus irritant. Maar we gaan even de fiets pakken. En dit is echt lastig om dit met één hand te doen. Maar mensen, we gaan een dagvlog maken. Ik ga nu naar school toe. Niet zin in, maar ik zeg later hè. Yo mensen, ik sta nu hier bij de Jumbo. En zullen jullie daar zien. En we moeten even wachten. We moeten verzamelen meestal. En ja. Ik denk dat ik even een blokje ga fietsen. En ja. Ik zie jullie wanneer we iets toffers hebben. Yo mensen! We zijn hier dus met de naar school aan het fietsen. En we vinden opeens deze boom. Ja. En raar dit. Misschien gaan we er nog wel op, maar dat doen we dan vanmiddag. Later. Dus de timelapse. En ja, ik zat gewoon hier. Dus meteen kan ik ook even op mijn pen. Dat is, ja. We hadden hier trouwens wiskunde, dat je hier ziet. En, ja, hier nu ga ik ergens op mijn pen kouwen. Omdat ik me kapot verveelde. En, ja. Oh, is dat al geweest? Whatever. Ja, dit was dus de video later. Ik hoorde eigenlijk niks van. Yo mensen, leuk dat jullie er weer zijn. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de timelapse. En inmiddels is het alweer bijna donker. Ik kan wel even laten zien. Het is gewoon bijna donker, mensen. En ja. Dus ja. De vlog was niet heel lang, moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar ja, jullie zijn. Ik heb één deel volgens mij heb ik niet opgenomen. Dat was best jammer, maar dit was mijn vlog. Misschien komt er nog iets bij. Maar, dat ben ik niet echt zeker. Dus, ja, we gaan gewoon even weer terug naar mijn kamer. Ik weet ook niet waarom we dat doen. Ik moet nu even mijn tas dus inpakken voor morgen. Hij is best zwaar. Morgen is een vrijdag, weer een nieuwe vlog. En, ja, dan zie ik jullie dan. En ik hoop dat jullie trouwens hebben genoten. En geef even een cijfer aan dit project. Er staat nog een beetje informatie op over hem. En ik heb dus daar een 7,2 op gehaald. Zijn jullie het daarmee eens of hebben jullie het hoger geschat? Laat het weten in de comments. En ik zou echt tof vinden als jullie een duim omhoog willen doen. Ja, dat is wel tof. Ja. En mensen, ik wil nog iets vragen. Welke kleur moet ik hierbij doen? Want ik heb ledverlicht en ik weet niet wat voor kleur ik wil doen. Dus doe even in de comments welke kleur ik moet doen. En dan doe ik die kleur in de vlog. Want ik probeer dagelijks te vloggen. En gewoon elke dag komt er sowieso één video online. De krant van gisteren moet ik nog even bekijken. Er zit niet veel in. Nee, gewoon echt, doe ik al niet. En mijn horloge die doet het niet meer. Er staat 6:19 op. En hoe laat is het nu? De telefoon erbij. Oh, hij loopt dus een uur achter, of voor, want het is nu 5:00. En ja, ik heb trouwens dit ook nog gemaakt. En ik heb geen planken meer voor. Maar welke moet ik wegdoen? Die, of is dit gewoon slecht? Ik ga niks plakken zo op de muur, dat vind ik lelijk. Wacht. Nou, dat zien we aan de keertje wel. En, maar vanavond dan maak ik ook nog een video. Want dan ga ik met mijn vader bezig met de surprise voor school. Alleen, ik ga niet zeggen voor wie die surprise is. Maar ja, ik moet er maar wat van maken. En... hebben jullie nou ideeën? Want het is best moeilijk om iets te maken.
aan iets te bedenken. Maar ja, mensen. Trouwens, een leuningje voor de camera is het outdoor-verpakkentje. Ja, morgen gaan we de misdaad in. Dus dan zie ik jullie dan. We moeten ook even cadeautjes halen voor de surprise. En moet ik een pet gedragen of is het mijn haar zo goed? Zet het ook in de comments. Mocht je iets voor 5 euro uitkiezen. Ja, je krijgt niet 5 euro, maar je moet je gewoon zo betalen. Ja. Dit is mijn bureau, mensen. Look it. Ja, dit was dus het einde van de vlog. Abonneer, doe een like. En dan zeg ik jullie, ik zie jullie morgen bij een gloednieuwe video. Later.